Goedenavond allemaal. Ik zal misschien eventjes, terwijl de mensen binnenkomen, mezelf voorstellen al. Mijn naam is Julia, ik werk voor Sensoa als beleidsmedewerker rond de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat van alles inhoudt, maar ook het leukje waar ik jullie vanavond meer over ga vertellen. Hoe gaan we dat vandaag doen? We gaan het echt hebben over hoe kan je als omstander tussenkomen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. En jullie zien hier een beeld vanuit de campagne die we gevoerd hebben eind vorig jaar. Wij grijpen in. Die bestond deels uit tips geven via sociale media. Aan jongeren vooral dan gericht. En langs de andere kant hebben we ook een vorming in elkaar gestoken waarbij dat we mensen die met jongeren werken opleiden, zodat zij jongeren echt kunnen leren ingrijpen als ze grensoverschrijdend gedrag zien gebeuren. We gaan daar ook een filmpje van tonen van die campagne. Voilà. Jullie zagen zo net het filmpje waarin Gloria Montserrat uitlegt wat zij heeft meegemaakt en welke impact dat heeft gehad dat er iemand tussen kwam. Dus dat is een voorbeeld van de zaken die we op sociale media hebben gedeeld. Wat gaan we dan vandaag doen? We gaan concreet kijken van hoe kunnen jongeren reageren als omstander wanneer dat zij seksueel grensoverschrijdend gedrag zien gebeuren. Concreet wil dat zeggen dat we eerst gaan ingaan op een achtergrond rond omstanders, zodat jullie ook die theoretische achtergrond mee hebben als jullie vorming geven aan jongeren. Daarna zal er een korte pauze zijn van 5 minuutjes. En dan gaan we verder met hoe ga je concreet met jongeren aan de slag rond het thema grenzen en wensen. Dus het ruimere thema, maar ook omstanders komt daarin aan bod. Daarna geven we jullie nemen we weer 5 minuutjes pauze. Als er vragen binnenkomen, dan zullen we die dan ook eventjes bekijken en nadien beantwoorden. En rond 9 uur is het de bedoeling dat we afronden. Voilà, we vliegen erin. Maar voordat we dat doen, heb ik nog een vraagje voor jullie. We zijn mee heel wat vanavond. Ik zie jullie niet, maar ik zie wel dat er heel wat van jullie zijn. Dus ik wil eens van jullie horen. Vanuit welke rol of functie zit jij hier? Ben jij hier als opvoeder, als pedagogisch begeleider? Werk je binnen het jeugdwelzijn? Of ben jij leerkracht? Of volg jij vanuit een andere functie of positie? Ik zie de antwoorden stilletjes aan binnenkomen. Ik zie vooral anderen, dus ik weet niet zo heel goed wat dat is. Mogelijk studenten. En dan zie ik opvoeder en leerkracht vooral naast die anderen. Oké, super. Dat geeft mij toch een beetje achtergrond daarin en dan weet ik een beetje tegen wie ik praat. Voilà, achtergrondinformatie over omstanders. Waarom hebben we het hier bijvoorbeeld over omstanders? Hè? Maar in eerste instantie, wat is een omstander? Of wie is dat? Als we kijken naar de lectuur, hè, naar het onderzoek en zo, dan zijn er 2 manieren om te kijken naar omstanders. Dat kan iemand zijn die aanwezig is
wanneer dat iets gebeurt, hè, dat grensoverschrijdend is, die op het moment zelf daar is, of iemand die daar mogelijk weet van heeft, hè, die dat hoort van iemand anders dat er iets gebeurt, of een vermoeden heeft, een van die twee. Nu, binnen de campagne en binnen het werk dat we hier doen, focussen we echt op mensen die op het moment zelf aanwezig zijn, die seksuele grensoverschrijdend gedrag zien gebeuren. Wellicht zijn heel wat van tips ook wel toepasbaar voor andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Maar Schoenmaker blijft bij u leest en voorlopig hebben we het dus over seksuele grensoverschrijdend gedrag. En we hebben het over de semi- of de openbare ruimte. Denk aan cafés, zwembad, op straat. Die zaken dus niet naar in de privé-setting, want dat is een pak complexer. Nu, wat is de rol van omstander? Wat kan die doen op het moment? Wat kunnen mensen allemaal doen als ze iets zien gebeuren? Het eerste dat je kunt doen of niet doen, is niks doen. Hè? Heel wat mensen doen niks. Dat is ook de bystander effect. We gaan daar zelfs nog op terugkomen. Dus dat is iets dat je kunt doen. Het kan ook dat een omstander de situatie verergert. Door bijvoorbeeld mee te doen, hè, met de daders. Of te lachen of zo, waardoor dat slachtoffer zich nog meer alleen voelt. Maar een omstander, en dat is dan hier het belangrijkste voor ons, kan ook op een helpende manier reageren. We zien dat de impact van omstanders echt wel een groot verschil maakt. Hè. Wat kunnen omstanders doen? Ze kunnen de situatie stoppen. Ze kunnen vermijden dat het erger wordt. En ze kunnen ook nadien nog steun bieden aan het slachtoffer, wat dat ook als heel steunend ervaren wordt. Nu, niet alleen voor het slachtoffer zelf in die situatie kan dat een groot verschil maken, maar ook gesteld een bepaalde norm, hè, als je al dan niet tussenkomt. Dus als je tussenkomt, dan zeg je eigenlijk heel duidelijk, maatschappelijk gezien, dit gedrag is niet oké. En ook dat het goed is om tussen te komen. Hè. Je geeft het goede voorbeeld, als je tussenkomt, dan doe je een goede stap. Als je dan weer niet reageert, dan is er eigenlijk een vals gevoel dat het gedrag oké is. Hè. Dan tolereert je eigenlijk het gedrag, dan zeg je eigenlijk, dit is wel oké wat hier gebeurt. Waarom richten we dan die preventie daarop? Ik denk dat dat voor een groot deel al beantwoord is. Maar ook voor ons, het is neutraal, het is positief. Hè. We richten ons op iedereen. Iedereen kan omstander zijn. En we spreken mensen aan in een positieve rol. We spreken mensen niet aan als slachtoffer, wat ook confronterend kan zijn. En uiteraard ligt de rol van het slachtoffer niet... Hè, dat heeft niks te maken met preventie. Het slachtoffer kan daar niks aan doen. En een dader aanspreken, mensen herkennen zich niet zo snel als potentiële dader. Dus we richten ons echt op die omstanders als positief. Iedereen kan daar een gigantisch verschil in maken. Dus jij en ik ook. We zien hè, de bystander effect... dat is het gegeven dat als er veel mensen aanwezig zijn, dat je dan denkt iemand anders zal wel reageren. Of we zien dat er dan vaak mensen niet reageren. En we zien dat ongeveer in de helft van de gevallen, tot drie kwart van de gevallen, dat mensen aangeven dat er niemand gereageerd heeft wanneer dat zij iets meemaken in de publieke ruimte. Nu is de vraag, hoe komt dat dan? Daar is dan onderzoek gebeurd. Hè. Mijn collega heeft dat dan helemaal onderzocht. Waarom reageren omstanders niet? Hoe kunnen ze dan wel helpend reageren? En hoe kunnen we dan mensen aanleren om te reageren? Hè? Want dat is dan wel het belangrijkste voor ons. We hebben dan onderzoek gedaan via literatuurstudie, via focusgroepen met verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld hè, mensen met een andere geaardheid zijn daar ook bij betrokken. Dus we hebben het zo breed mogelijk proberen nemen. En we hebben gekeken naar good practices. Hè. Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten waren er al heel wat interventies die ook echt hun nutten hebben bewezen. Dus daar hebben we ook zeker naar gekeken. Nu, wat hebben we daaruit afgeleid? In het kort kunnen we zeggen dat er verschillende stappen zijn die mensen doorlopen voordat ze kunnen tussenkomen als actieve omstander. Het eerste is dat ze het moeten zien gebeuren, moeten zien of horen. Natuurlijk, als je rondloopt en je zit op je gsm aan het kijken en je hebt je oortjes in, dan gaat je het niet gezien hebben. Wat wel een cruciale eerste stap is om te kunnen tussenkomen. Dan het herkennen. Hè. Je moet al zien dat het grensoverschrijdend gedrag is, dat iemand het meemaakt. En ik denk dat we daarin nu op een goed moment zijn om daar ook mee verder te gaan. Hè. We zien dat bewustzijn, zeker bij jongeren, is echt immens groot rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik merk dat ook echt in de praktijk, dat jongeren beter weten wat dat is, dat ze dat makkelijker herkennen. Dus dat is heel belangrijk, hè. Die
tweede stap. Maar daar spelen ook nog wel, daar zijn ook wel bepaalde drempels. We zien bij elke van die stappen in die trappen dat er bepaalde drempels zijn. En hier kan dat bijvoorbeeld zijn als jij denkt dat een vrouw geen dader kan zijn, dus geen seksueel grensoverschrijdend gedrag kan stellen, dan zult je dat ook niet zo snel herkennen. Als er inderdaad een vrouw over de grens gaat en zult je minder snel tussenkomen als omstander. Dus belangrijk ook om die drempels daarin aan te pakken. Maar in het algemeen zien we dat stap 2 echt al vrij goed lukt bij jongeren. Dus dat is goed nieuws. En dan de derde stap is verantwoordelijkheid nemen. Is het dan wel mijn taak om te reageren? Er zijn zoveel anderen die iets kunnen doen. Dat is die bystander, bystander-effecten. Dat je denkt, iemand anders zal willen reageren. Of ik heb hier geen autoriteit, dus ik kan hier weinig betekenen. En daarin wil ik ook de boodschap geven dat inderdaad wel dat het een verantwoordelijkheid is van ons iedereen. Van ons allemaal om te zorgen dat mensen veilig kunnen zijn in de openbare ruimte. Maar ook daar zijn wel drempels. Als je om bepaalde redenen denkt dat je dat niet kunt doen of dat je in een zwakke positie staat op dat moment. Dat kan natuurlijk. Het is moeilijker om tegen je baas op te nemen dan tegen je collega. En dan de laatste stap, zeer essentieel, want anders zitten we nog nergens, is beslissen hoe dat we moeten ingrijpen en dan het uiteraard doen. Nu, we zien dat heel veel jongeren, we hebben dan een bevraging gedaan, zeggen dat ze het belangrijk vinden om tussen te komen. Dus we herkennen het, ze weten dat het een probleem is, ze vinden het ook belangrijk dat het stopt. Dus ze vinden het belangrijk om tussen te komen. Maar 40% geeft aan dat ze echt niet weten hoe. Dus daarvoor hebben we die tips ontwikkeld, die we zelfs eventjes met jullie gaan overlopen. En dan is het natuurlijk de beslissing om het echt te doen. En daarom is het belangrijk dat ze zichzelf zeker voelen, dat ze geoefend hebben om dat te doen. Dus hoe kunnen omstanders dan ingrijpen op een positieve manier? Ze kunnen anderen betrekken, dat kunnen we allemaal doen. Dat kan iemand zijn die de leiding heeft in een bepaalde situatie. Denk aan een buschauffeur aanspreken. Maar dat kan ook die andere omstander zijn. Ja? Als we er allemaal op staan te kijken en we zeggen gewoon eens tegen elkaar, zie je dat ook gebeuren, zullen we samen iets ondernemen, dan staat je al een pak sterker. Je kan een van de personen aanspreken. Je kan het slachtoffer rechtstreeks aanspreken en zeggen, zit je oké, is er iets dat ik voor je kan doen? Maar het kan even goed zijn, bijvoorbeeld in je vriendengroep, als je merkt dat een van je vrienden toch een beetje over de grens gaat, dat je die rechtstreeks aanspreekt. Dat is makkelijk als dat een van je vrienden is en zeggen van, zeg, stop daar nu maar mee, dat is echt wel niet oké. We kunnen gaan afleiden. Het typische voorbeeld is een drankje morsen, of je kunt heel uit beginnen bellen daarnaast, bijvoorbeeld. Je kan iemand ook afzonderen uit de situatie, zowel degene die het gedrag stelt als de persoon die het meemaakt. Je kan echt zeggen van, kan je mij even de weg wijzen naar waar dat de bus is, of het station, of naar het toilet? Stel nu dat die persoon dan in een lastige situatie is, dan kan hij zeggen, ik zal even met je meelopen. Vindt hij het eigenlijk helemaal niet erg wat er gebeurt? Dan zal hij ook gewoon zeggen, daar is de bushalte en dan heb je geen blauwtje gelopen. En dan de laatste is aanwezig blijven. We vergeten dat soms, maar aanwezigheid is echt al iets heel belangrijks. Zowel op het moment zelf kunnen we heel veel dingen vermijden dat het misloopt, maar ook achteraf kunnen we veel betekenen. Voilà. We gaan eventjes met jullie oefenen. Welke A zou jij reageren? We gaan wat situaties tonen. Jullie kunnen meerdere antwoorden aanduiden. Je moet niet één kiezen. Het kan zijn dat je denkt dat er meerdere van toepassing zijn. Het eerste. Aida. Dus Aida staat aan het bushokje te wachten. Het is 's avonds, ze is uit geweest. Jij wandelt voorbij en ziet toevallig dat een groepje jongens in haar richting seksuele gebaren aan het maken zijn. Je ziet dat Aida het lastig vindt, dat ze zich ongemakkelijk voelt. Wat doe je? Welke A pas je toe? Ik zie vooral aanwezig blijven. Ik zie ook aanspreken of afleiden. Ja, ik zie vooral aanwezig blijven. Ik denk dat dit een situatie is waarin daar echt wel heel wat zaken bruikbaar zijn. Hè. Jullie komen ook meerdere dingen aanduiden. Ik denk dat dit een situatie is waar dat er bijna al de A's mogelijk zijn. Hè. Maar aanwezig blijven is zeker een hele goeie. Ik heb dat zelf ook meegemaakt, dat ik op de bus stond te wachten en dat er twee gasten heel bedreigend naar mij toe kwamen. En dat ik niet goed wist, moet ik nu
gaan lopen terug naar van waar ik kwam? Of gaat dat juist de situatie escaleren? Kan ik beter blijven staan en hopen dat ze voorbij wandelen? En op dat moment is er een man voorbij gewandeld en die is blijven staan bij mij. Die heeft mee op de bus gewacht, dacht ik. Ik dacht toch, tof, die moet ook de bus hebben. Ik sta er niet alleen. Die jongens zijn inderdaad verder gelopen, maar met dat de bus dan kwam en dat ik op de bus stapte, is die man gewoon verder gewandeld. Dus achteraf gezien heeft hij wellicht gezien dat er iets niet helemaal oké was en heeft hij mee met mij op de bus gewacht en zo waarschijnlijk een lastige situatie voorkomen. Dus ik denk dat we ook echt zeker willen meegeven. Het hoeft niet altijd een grote stap te zijn. En gewoon je aanwezigheid kan ook al heel veel zijn. Maar ook die andere A's die jullie hebben aangeduid, denk ik dat je zeker allemaal van toepassing kunnen zijn. Iemand anders betrekken, kijken, is er nog iemand anders die we kunnen aanspreken? Het slachtoffer zelf aanspreken, zeggen van zich, voelt je oké? Zal ik mee op de bus wachten? Is er iets dat ik kan doen? Heel wat dingen die je kan doen. Alright, de volgende. Een sexy foto. In een WhatsApp-groep van de klas wordt een sexy foto van iemand die in een andere klas zit gepost of gestuurd. Dus in een WhatsApp-groep gaan foto's rond. Wat zou je kunnen doen als je niet in die WhatsApp-groep zit? Ik zie aanspreken. Anderen betrekken. Je kan hier ook meerdere antwoorden aanduiden. Hè? Dus ik zie hier vooral aanspreken en anderen betrekken. De rest van de antwoorden zijn niet gegeven. Ook daar volg ik jullie helemaal. Ik denk, hier zijn ze minder allemaal van toepassing. Ik zou ook die twee gekozen hebben. Je zou iemand anders kunnen betrekken. Dat zou kunnen zijn een leerkracht. Dat zou kunnen zijn andere jongeren. Kijken, wat kunnen we doen? Kunnen we bijvoorbeeld het slachtoffer aanspreken, zeggen dat er een foto rondgaat, vragen hoe we hem of haar kunnen steunen, samen naar een instantie zoals Child Focus bellen. Dus voilà. Zeker helemaal akkoord met jullie antwoord. Dan een broodje kopen. Het is vrijdagmiddag en je gaat de stad in om een broodje te kopen. Je hebt honger. Plots zie je dat een man geduwd, vastgenomen en betast wordt door een vrouw. Er staan al enkele mensen te kijken. En iedereen vindt het zo wat raar en is zich wel bewust dat er iets mis is, maar niemand doet iets. Wat zou jij kunnen doen? Ik zie vooral anderen betrekken of een van de mensen aanspreken. Afleiden komt ook wel terug. Ja, ik zie verschillende zaken, maar vooral anderen betrekken en aanspreken. Ik denk dat dit ook weer iets waar je heel veel opties hebt. Veel dingen die je zou kunnen doen. Ik denk dat anderen betrekken zeker een goede is. Hè. Er staat dat je met verschillende mensen staat te wachten. Dus dat wil wellicht zeggen dat je elkaar kunt aanspreken. Dat je kunt kijken van, we zien dit allemaal. Wat zijn nu de volgende stappen? Is er iemand die tussenkomt? Bellen we de politie? Wat doen we hier? Ik denk dat dat zeker een hele belangrijke is. En dan kun je ook samen die andere dingen gaan doen. Hè. Dan kun je samen iemand gaan aanspreken. Dus ik denk zeer goed. Inderdaad, heel veel opties hier. Nu, wat dat we zeker ook wel meegeven, dit is een hele korte oefening. Hè. Normaal gezien, als we echt een uitgebreide vorming geven, dan gaan we al die stappen doorlopen, hè, van die trap die jullie daar juist gezien hebben. En dan is dit eigenlijk de finale daarvan, hè, die A's, hoe kunnen we tussenkomen. Maar we wouden jullie toch heel even laten oefenen en duidelijk maken van, kijk, er is niet één juiste A. Het is niet dat we zeggen, is het een situatie die online is, dan is het altijd die A. Of is het een situatie 's nachts, dan is het altijd de andere A. Er is niet altijd één concreet, hè, juist antwoord. Maar er is altijd iets dat je kunt doen. Dat is wat we ook aan jongeren willen meegeven. Van iets doen is altijd beter dan niks doen. Hè. Toch, we gaan niet zeggen dat ze zichzelf in gevaar moeten brengen. Want er is bijna altijd iets dat je kan doen. En dat hangt heel hard af van de situatie hè, waar je in begeeft. Of dat je alleen bent, of dat je met meer bent. Hoe veilig dat je jezelf voelt. Maar ook gewoon wat dat bij je stijl past. Als iemand zegt heel rechtstreeks is, dan gaat je misschien eerder aanspreken. Vermijd je liever confrontatie, dan zult je misschien eerder aanwezig blijven of iemand anders betrekken. En dat is allemaal oké, want het is gewoon echt belangrijk dat je iets doet. Voilà.
Ik ben een beetje doorgesjeest, heb ik het gevoel. Ik hoop dat jullie nog mee zijn. Mochten jullie concrete vragen hebben over dit aspect van omstanders of over het deel zelfs, over hoe geef je vorming, dan kan je die vragen zeker en vast stellen. Ik heb hier ook mijn collega's in de buurt zitten die die vragen opvolgen. Nu, hebben jullie echt, zitten jullie met situaties waar jullie zelf mee zitten of specifieke casussen? Dan gaan we voor professionals dan eerder doorverwijzen naar het CAW. Of kijk, heb je dan uw setting, wie u kan ondersteunen. Als het privé is, dan de burger kan zeker terecht bij 1712. De hulplijn voor iedereen die te maken krijgt met geweld. Dus die vragen gaan we hier vandaag minder meenemen. Als jullie algemene vragen hebben over seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat is die SGG die daar staat, dan kunnen jullie terecht op de feiten en cijfers van Sensoa. Als jullie intypen feiten en cijfers, Sensoa.be, dan kan je dat zeker vinden. Het vlaggensysteem. Het Sensoa-vlaggensysteem is een methodiek om in te schatten of seksueel gedrag al dan niet grensoverschrijdend is en hoe dat je dat dan best aanpakt. Dus voilà, wij gaan nu 5 minuutjes pauze nemen. Tot zo.
Oké, hallo iedereen terug. Nu, we hebben de theorie een beetje bekeken. We zijn daar snel doorgegaan, zoals gezegd, in uitgebreide vorming. Nou, gaan we daar echt stap per stap op ingaan. Maar we wouden jullie toch even de basis geven. Nu, hoe gaan we dan concreet aan de slag? Als we het hebben over seksueel grensoverschrijdend gedrag met jongeren, weerbaarheid en dan ook het aspectje van de omstanders. Dan is eerst de vraag, hè, waarom doen we dat? Moeten we daar wel vorming over geven? Wellicht zijn jullie allemaal akkoord dat ik zeg ja, anders zouden jullie deze webinar niet volgen. Dus ik heb een zeer goed publiek, denk ik, daarvoor. Maar uiteraard, hè, zeer belangrijk. Jongeren, kinderen en jongeren zitten volop in hun ontwikkeling, hè, ook hun seksuele ontwikkeling. En een deel daarvan is ontdekken van wat zijn grenzen, hoe ga ik daarmee om? En dat is normaal, dat ze daar soms een beetje op de grens zitten en dat ze aan het zoeken zijn. Wat vind ik zelf wel en niet leuk? Hoe merk ik dat bij de anderen? Enzovoort. En het is dus ook onze taak, als volwassenen, als begeleiders, om hun daarin medeweg te tonen en te ondersteunen. Je zet een kind van 6 ook niet zomaar op de fiets en zegt alleen maar naar school. Daar gaan ook verschillende stappen aan vooraf. Hetzelfde met flirten, met elkaar omgaan. Ook daarin willen we hun ondersteunen, zodat dat op een fijne manier kan gebeuren en veilig. Enerzijds gaan we dan antwoorden op de vragen die ze zelf hebben. Maar we gaan ook zelf al informatie aanreiken. We gaan niet wachten totdat die vragen komen. We gaan daar zelf actief mee aan de slag. En welke vragen stellen jongeren dan zoal? Ik denk dat ik al alle mogelijke vragen heb gehoord van jongeren. Maar vooral, hoe ga ik om met afflirten? Hoe ga ik om met een afwijzing? Hoe weet ik of iemand anders iets leuk vindt? Hoe moet ik zelf aangeven als ik iets wel of niet leuk vind? Zowel het aangeven als ze iets niet leuk vinden, als het aangeven of dat ze iets wel leuk vinden, is ook niet altijd zo gemakkelijk. Vanaf wanneer mag je seks hebben? Er zijn altijd echt heel wat vragen die komen. Ze zijn heel blij als ze die kunnen stellen, ik zal het zo zeggen. Dus we gaan enkele tips meegeven, wat algemene tips, die gelden voor dit thema. Ik denk de eerste is zeer algemeen, dat gaat over alles dat met seksualiteit te maken heeft, die veilige omgeving. Heel belangrijk dat jongeren zich veilig voelen, dat het fijn kan verlopen voor iedereen. Dus je maakt afspraken. Hè. In het begin van je vorming of in je les, van je sessie, ga je afspraken maken. Nu, ik laat die altijd vanuit de jongeren zelf komen. Ik zeg, we zitten hier, we gaan het hebben over relaties en seksualiteit. Welke afspraken denken jullie dat belangrijk zijn? En meestal komen de belangrijkste er dan wel uit. Maar dingen om zeker te benadrukken vanuit die Picasso is die privacy. Van wat we hier zeggen, blijft wel voor een groot deel in de groep. Een uitzondering daarop is dat als jij als begeleider hoort dat een kind of jongere in gevaar is, dan zal jij ook stappen moeten ondernemen. Ik zeg dat ook altijd tegen de jongeren, van kijk, als ik hier toch iets hoor waar ik me echt zorgen om maak, dan ga ik dat wel met jou bespreken om te bekijken wat de volgende stappen zijn. Maar ook nooit zonder dat je de jongeren daar zelf in betrekt. Voor de rest, luisteren naar elkaar. Ze zullen heel snel zeggen, respect, we moeten respect hebben. En wat houdt dat dan in? Dat is ook het luisteren naar elkaar. Ook wel af en toe nodig om hen eraan te herinneren. Want ze zijn zeer enthousiast in het praten, maar het luisteren is ook wel belangrijk. En dan daarnaast denk ik ook wel een belangrijk is dat ze zelf kiezen wat ze willen niet zeggen. Het is heel fijn als ze open zijn en als ze heel actief meedoen. Zeer belangrijk. Maar het is ook wel aan hun om goed na te denken welke zaken wil ik hier wel en niet in de groep delen. Want ook die privacy is hier wel belangrijk. Hè? Dat ze zich daarin gerespecteerd voelen, dat ze niet moeten delen wat hun eigen ervaringen zijn. Iets dat we daar ook bij kunnen gebruiken voor die veilige omgeving is die anonieme vragen. Dat kan via een vragendoos, dat kan via vragen verzamelen. En dat is iets dat ik ook altijd doe, is zeggen van, heb je vragen over dit thema? Schrijf allemaal iets op een papiertje, hè, zodat iedereen toch geneigd is om even daarover na te denken. Die papiertjes verzamelen en dan kijken hoe dat je die kunt beantwoorden in de loop van de dag of van de sessie of van de uur. Zien dat er toch die antwoorden ergens in aan bod komen. Gebeurt zeer zelden als ze geen vragen. Er zijn altijd wel heel veel interessante vragen die komen. En dan is dat ook, ze hebben heel veel gaat terugkomen tijdens deze sessie, is het gebruiken van situaties. Eigenlijk gebruiken we voor heel, heel veel vormingen en heel veel methodieken gebruiken hun leefwereld.
Wat daarbij wel een aandachtspunt is, dat ik zeker op probeer te letten en ik zou aanraden, is niet zeggen van wat zou je zelf doen als slachtoffer of waar kan jij terecht als slachtoffer als je zoiets meemaakt, omdat dat wel heel confronterend kan zijn. Iemand kan slachtoffer zijn. Als we kijken naar de cijfers, dan zien we dat er uiteraard wel heel wat slachtoffers zijn. En dat kan heel confronterend zijn. Wat we dan eerder gaan doen is, een vriend of vriendin vertelt je dat ze dit hebben meegemaakt. Wat kan je doen? Wat zou je doen als je iets ziet gebeuren? Wat kan je doen als je zelf de volgende stap wilt nemen, maar je weet niet hoe? Al die zaken gaan we wel zeer concreet in casussen doen. En onze hoop daarin is, waarom doen we dat? Mijn hoop is altijd, hoe meer dat ze in de klas praten, of wat dat je toch doet in een andere setting, hoe meer dat ze daar in die setting met elkaar kunnen praten over dat thema, hopen we dat ze dat ook gaan kunnen in de slaapkamer, op café, op straat. Want oefening baart kunst. Het is een thema waar veel taboe rond bestaat in onze maatschappij. En we brengen dat helaas denk ik ook vaak over op jongeren. Maar hun echt woorden meegeven en hun meegeven dat het oké is om daarover te praten. En dat dat eigenlijk wel vlot verloopt en dat dat voor iedereen fijner is. En dus voilà, oefenen, oefenen, oefenen. Heb je dan nood aan casus of situaties om te gebruiken? Er bestaat het sensual vlaggensysteem. Ik zei het daar juist al even. Daar zitten heel wat situaties in. Die ook zijn ingeschat van hoe grensoverschrijdend is dit. Dus dat kan je zeker gebruiken. Maar voor de rest zitten er ook in de methodieken die we zelfs gaan aanreiken ook echt heel wat situaties al in. Dus je vertrekt nooit van nul. Voilà, een derde lestip. Die hulp me aanreiken. Ik denk, het kan zijn dat iemand tijdens de sessie of tijdens de les aan jou vraagt of meegeeft dat ze iets hebben meegemaakt of dat ze iemand kennen of zo, maar heel weinig eigenlijk gebeurt dat. En ik denk heel belangrijk dat ze weten waar ze terecht kunnen, los van bij u. Je kunt dat zeker meegeven. Ik blijf nog eventjes aanwezig na de les. Maar ook heel belangrijk om die hulpbronnen mee te geven. Ik merk dat ze eigenlijk heel weinig die hulpbronnen kennen. Ik denk, als er iets naar boven komt, dan is het al wel. Hè? En dat klopt ook. Hè? Daar kunnen jongeren zeker terecht. Het is supergoed dat ze dat weten. CLB wordt ook vernoemd. Niet altijd met evenveel overtuiging of vertrouwen, maar dat kennen ze zeker. En dan daarnaast kennen ze eigenlijk heel weinig. Maar 1712, die hulplijn, ik zei het daar juist al, zowel kinderen als volwassenen kunnen daar terecht. Dan is er ook nu praat ik erover, .be, dat is ook een chat. En dat is echt specifiek voor jongeren. Hè? Daar zitten de medewerkers van het VK achter de chat, het vertrouwenscentrum kindermishandeling. Dus daar, hoe kunnen ze terecht? Ja, dat zijn nog wel zaken, maar ik denk heel belangrijk om dat mee te geven. Dus vraag hun dat zelf, laat hun daarover nadenken, schrijf het op het bord, laat het in tijd staan, geef het mee op papier, hang het op. Ik denk, het is een gevoelig onderwerp. Neemt niet weg dat het belangrijk is dat we het doen, ook als er slachtoffers bij zitten. Maar wel heel belangrijk dat zij achteraf wel weten waar ze terecht kunnen. Dan de laatste lestip, denk ik, is mythes en stereotypen zeker aankaarten en daar oog voor hebben. Heel wat jongeren hebben bepaalde overtuigingen die niet juist zijn. Maar ook wel belangrijk om te zeggen dat dat zeker niet enkel jongeren zijn. Ik denk volwassenen misschien nog meer. Maar dus we hebben allemaal bepaalde mythes waar dat wij mee opgroeien en die wij horen, ook in de media. Ook in bepaalde casussen, als je die gaat bespreken, heb daar oog voor dat er mogelijk wel wat dingen in aan bod komen die niet correct zijn of die je kunt rechtzetten. Nu, welke mythes en stereotypen zijn dat dan? We gaan er een paar over lopen. We hebben de fight-flight-freeze-reactie. Heel wat van ons, de meeste van ons denken dat we wel zouden weten hoe dat we zouden reageren. Als we zelf iets zouden meemaken, denken we, ik zou wel terugvechten of ik zou vluchten. Maar we zien in de realiteit dat eigenlijk de meerderheid van de mensen die seksueel geweld meemaken of seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat die bevrezen. En niks doen of stil blijven staan. En dat is ook normaal. Dat is geen bewuste keuze in zo'n situatie. Als we in een stresssituatie terechtkomen, dan neemt ons reptiele brein het over. Dan is het geen bewuste keuze meer die we maken. Dan gaat onze hersenen, ons lichaam gaat beslissen wat er op dat moment gebeurt. Die controle ligt niet bij ons. En we zien dat dat heel vaak bevrezen is. Dat is een manier van het lichaam om onszelf te proberen beschermen. Maar we zien dat bij slachtoffers, dat die daar vaak een groot schuldgevoel over hebben, van ik heb niks gedaan, of had ik niet beter dit of dat gedaan, dat daar vaak ook wel vragen naar gesteld worden, van waarom heb je niet zo gereageerd. Dus zeker een belangrijk om oog voor te hebben, zowel naar die gevoelens van die slachtoffers, maar ik denk zeker ook naar plegers toe.
Dat is iets dat we willen meegeven, hè, aan jongeren, dat bevriezen ook een signaal is van het feit dat er wellicht geen toestemming is. Hè. Dus als ze dan een check moeten doen en ook naar omstanders toe, heel belangrijk om te zien dat dat ook een signaal is. Hè, van grensoverschrijdend gedrag, iemand die stokstijf blijft staan, die niet goed weet hoe te reageren, is ook een signaal. Dan zien jullie de wijzende vingertjes. Mogelijk hebben jullie al door dat dat gaat over victim blaming, de schuld bij het slachtoffer leggen. Het typische voorbeeld daarvan is what was she wearing? Had ze een kort rokje aan? We zien dat vooral ook heel veel bij jongeren als het gaat over online seksueel grensoverschrijdend gedrag. En opnieuw niet enkel bij jongeren, misschien ook meer bij volwassenen. Maar over online seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt heel vaak gezegd, ze had maar die foto niet moeten nemen. Dat was dom, waarom heb je dat gedaan? Terwijl het uiteraard de fout is van iemand die een foto doorstuurt zonder toestemming. Als het misloopt. Maar ook daar geven heel veel slachtoffers aan dat het heel kwetsend is om dan die beschuldigende vragen te krijgen. Nu, dat victim blaming is iets, denk ik, dat we allemaal onbewust wel eens gedaan hebben. Dat is ook een natuurlijke reactie ergens. Hè. We vertrekken vanuit een situatie waarin dat we willen geloven dat als wij de juiste beslissingen nemen, dat wij geen negatieve gevolgen gaan hebben, hè? Dat wij veilig gaan zijn. Als wij A en B doen, dan hopen wij dat C niet zal gebeuren. Hè? C zijn in het gevaar. Dus als we horen dat er dan toch iemand iets erg heeft meegemaakt, dan denken we, oei, maar ja, ik zou nooit daar hebben gewandeld, of ik zou dat niet hebben aangehad, of ik zou niet alleen hebben gelopen daar. En dat is vanuit dat eigen veiligheidsgevoel. Hè? We willen juist zitten dat we denken van, als we leven met het idee dat elke keer dat we buiten komen, of misschien nog meer binnen zijn bij onze partner, dat we grensoverschrijdend gedrag kunnen meemaken, ja, dan gaan we ons nooit veilig en gelukkig voelen. Dus daar zit wel een logische achtergrond achter, maar nogthans, ja, het blijft super schrikkelijk. Zowel voor het slachtoffer als ook maatschappelijk wil dat zeggen, als we de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer leggen, dat we die niet bij de pleger leggen, niet bij de omstanders. Dus wel iets heel belangrijk om alert voor te zijn. En dan zien jullie een man met de handen in het haar om aan te geven dat mannen ook slachtoffer kunnen worden. En we zien dat er in heel veel onderzoeken dat er meer vrouwen slachtoffer worden. En mannen plegers zijn, maar we zien toch ook wel een groot percentage mannen die slachtoffer worden. En bijvoorbeeld in bepaald onderzoek wordt er aangegeven dat 33% van de mannen die slachtoffer worden aangeven dat het een vrouw was die over een grens ging. Maar dus, we zien dat het voor mannen soms nog moeilijker is om achteraf hulp te zoeken. Het is voor iedereen moeilijk. Maar daar ligt ook nog heel sterk het idee van een man kan zich wel verdedigen, een man is sterker. Of terwijl hij natuurlijk ook kan bevriezen. Of een man heeft altijd goesting, dus je kunt die eigenlijk niet aanranden. Hè. Compleet belachelijk is, maar toch dat idee leeft nog heel hard. Dan zien jullie bosjes. De vieze man, of vieze onbekende man in de bosjes is de pleger. Ligt ook nog, terwijl we zien dat het in de realiteit bijna altijd iemand is die we kennen. Het is bij volwassenen of bij jongeren is het vaak een partner of ex-partner. We zien ook heel vaak vrienden terugkomen als pleger in de cijfers, maar ook familie en andere naasten. Dus het is echt wel meestal iemand die we kennen. Ook voor jongeren belangrijk om dat mee te nemen. En dan zien jullie die jongeren. Hè. We zitten ook nog vaak met het idee dat het volwassenen zijn die over de grens gaan van jongeren, maar we zien dat eigenlijk in de helft van de gevallen dat het jongeren onderling zijn. Die over elkaars grenzen gaan, dat is niet zo raar. Hè? Het zijn jongeren die samen optrekken, het zijn jongeren die samen uitgaan, het zijn jongeren die samen relaties hebben. Dus niet zo gek, maar wel zeker belangrijk om het met hen ook over te hebben. Nu, concreet naar het lesmateriaal. Waar kunnen jullie dan mee aan de slag? Want dat is allemaal goed en wel. Maar waar gaan we dan mee aan de slag? Als echt basis startpakket zou ik echt zeker mijn wens mijn grens aanraden. Daar zitten rond heel wat zaken rond seksueel grensoverschrijdend gedrag, zitten daar echt heel veel oefeningen in, ook met casussen. Echt heel duidelijk, kant en klaar, gratis te downloaden. En jullie zien hier van 12 tot 14 en dan tot 18 jaar dat het gaat, maar daar zitten ook lespakketten bij voor kleuters en voor de lagere school. Dus eigenlijk voor elke leeftijd zit daar wel de basis in. Dus gratis te downloaden op sensua.be. Als je dat niet kent, ik ga zeker eens kijken. We hebben daar ook de werkvorm rond omstanders in gestoken. Twee werkvormen. Het eerste is inzicht krijgen in die barrières, die drempels. We hebben daar eerst de trap over lopen. Dat gaan we ook met die jongeren doen. Hè. Kijken van welke stappen doorloop je en waar zitten die drempels. Zijn daar echt mee gaan oefenen. Waarom zou je wel of niet ingrijpen?
daar echt mee aan de slag gaan om die drempels weg te halen zoveel mogelijk. Dan het volgende is dan die. Hoe kun je dan tussenkomen? En dan gaan we echt kijken van, we hebben daar juist met jullie de oefeningen rond de A's gedaan. We gaan ook met jongeren kijken van welke A kunnen we toepassen in welke situatie. En daarmee gaan oefenen. Dus voilà, dat zijn de zaken rond omstanders. Die zitten dus in mijn wens, mijn grens. Er is ook de flirtertwister. We gaan er zelfs een filmpje van tonen. Maar het idee daarachter is dat je aan drie ratjes draait. Waarbij dat je telkens een persoon hebt die gedrag stelt. Het gedrag dat die stelt en de context waarin dat die dat stelt. Dus je krijgt eigenlijk een situatie. Hè, opnieuw die casussen. Heel veel casussituaties. Maar ook hiermee kun je een casus creëren, een situatie. Om dan te kijken van, vind je dit wel of niet oké? Waarom vind je zoiets niet oké? En daar kun je ook dan weer die andere dingen aanhangen. Gelijk, hoe zou je dan reageren als je zoiets ziet gebeuren? Nu, er staat op alles over seks. Vinden jullie een flirtertwister die jullie kunnen gebruiken, ook in de klas? Dat is wel eerder algemeen publiek. Dat is niet specifiek gericht op jongeren. Er is ook de fysieke versie, waarbij dat er echt bordjes zijn. En dat kan besteld worden op de shop. En ik denk dat jullie korting krijgen als jullie deze sessie volgen. Dus dat jullie een kortingscode krijgen. Voilà. Waardoor dat jullie die kunnen bestellen. En dan kost het, als ik mij niet vergis, 7 euro in plaats van 10 euro. Maar we merken echt in de praktijk dat het superleuk is om te doen. Die flirtertwister is actief bezig, als spelenderwijs. En dat werkt echt wel goed. Hier is een filmpje van hoe dat gebruikt kan worden. Voilà, jullie zagen net een filmpje met de flirtertwister. Ook zo'n filmpje kun je gebruiken in de klas om eens te tonen hoe dat het gedaan wordt om het gesprek aan de gang te krijgen. Die staan ook op allesoversex.be, die filmpjes. En er zijn zo nog een paar, dit was er eentje, want dat zijn er zo nog. Nu, ik denk mijn wens, mijn grens is de basis. Ook met die flirtertwister kun je echt al heel wat doen. Welke werkvormen zijn er dan nog? Ik zei het al eerst al, als het ging rond victim blaming, dat er ook zeker bij online grensoverschrijdend gedrag, dat er daar zeker ook heel wat issues zijn. En meestal loopt het goed als jongeren online flirten en hun seksualiteit beleven, maar af en toe loopt het mis. Dus daarover praten kan aan de hand van WOW, een werkvormenbundel van Pimento, maar ook onze eigen werkvormen. Praten over sexting, er zitten heel wat werkvormen in, waar je zeker mee aan de slag kan, ook gratis te downloaden. Er is ook Tussen de Lakens. Een pakketje ziet daar de lakens liggen, een hoofd en bovendeel van een lichaam en kaartjes. Ook dat is een werkvorm waar dat jullie
mee aan de slag kunnen, dat ze wel te bestellen, ook meegeven. Wat dat misschien interessant is, er is een herwerkte versie voor OCAM. Dus een collega heeft die juist helemaal herwerkt en ik kreeg daar heel mooie feedback op. Dus als jullie met een OCAM-groep werken, zeker de moeite om dat tussenlijkspakket te bestellen. Dan is er, willen jullie iets totaal anders doen? En je kunt ook aan de slag bijvoorbeeld met theater. Is er een theater Grensgevallen waar dat wij ook aan hebben meegewerkt? Waarbij de eigenlijk twee acteurs situaties gaan uitbeelden, echt in theater, hè, dus uitspelen. En waarbij de jongeren live met hun gsm, hun smartphone, kunnen stemmen over of dat ze het al dan niet grensoverschrijdend vinden. Met dan ook een lespakket om dat dan een nabespreking rond te doen. Dus ik denk, laat u niet tegenhouden. Jongeren hebben de vragen. Jongeren zijn heel blij om erover te praten. Het is, denk ik, mij nog nooit gebeurd dat ik een vorming heb gegeven over het thema en dat ze achteraf niet komen zeggen, bedankt, we hebben er eindelijk over gepraat. We zijn zo blij dat we dat thema eindelijk hebben besproken, want ze zien MeToo passeren, maar echt het gesprek voeren heb je nog niet altijd gedaan. Dus ik denk, laat u niet tegenhouden, dat zijn werkvormen, ga ervoor. En je hoeft niet alle antwoorden te weten. Het is het gesprek dat zo essentieel is tussen de jongeren en dat begeleiden. Nu willen jullie echt verder aan de slag met groepen jongeren rond dat omstandersgegeven. We zien dat er echt een gigantische meerwaarde is als mensen ingrijpen. Dus ook als jongeren dat kunnen doen, als je dat kunt leren, geweldig. Dat zijn werkvormen, maar als jullie echt concreet aan de slag willen gaan om al die stappen te doorlopen met jongeren, zodat ze actief kunnen tussenkomen, dan is er ook onze vorming die wij geven aan begeleiders, een uitgebreidere vorming, waarin we alle stappen doorlopen en dat jullie ook aanleren om echt die training te gaan geven aan jongeren, zodat ze actief kunnen tussenkomen. Dus dat is ook aan te vragen bij Sensoa via vormingen. We gaan nu opnieuw 5 minuutjes pauzeren. Ik zie dat er al een paar vragen binnenlopen. En ik zal ze beantwoorden. Als er nog vragen zijn, laat me weten. En dan zie ik jullie zo meteen.
Oké. Dan gaan we even kijken welke vragen dat er zijn binnengekomen. Ik zeg dat er in de chat ook een opmerking was over Theo. Dat dat ook het vermelden waard is als het gaat over hulpverleningsinstanties. Absoluut. Ja, dat is waar dat jongeren gratis terecht kunnen voor begeleiding door psychologen. Dus ik denk zeker een belangrijk iets om te vernoemen dat jongeren ook vaak niet kennen. Hetzelfde geldt voor Child Focus. Hè. Veel mensen kennen bijvoorbeeld Child Focus als het gaat over vermiste kinderen. Maar heel weinig van hun weten. We hebben nu juist nog een sessie gehad gisteren. Heel weinig van de jongeren weten dat zij ook terecht kunnen bij Child Focus als het gaat over online seksuele uitbuiting. Hè. Dus ook als een situatie van sexting mis is gelopen, of ze worden afgeperst met beelden. Situaties van grooming, ook daar kan Child Focus een rol spelen in beelden offline halen. In de stad meezetten naar politie en jongeren en gezinnen daarin ondersteunen. En zo zijn er nog wel wat hulpverleningsinstanties. Nu, in mijn wens, mijn grens, zit daar ook een oefening rond in. Staan die hulpverleningsbronnen daar ook in? Want ik kan me inbeelden dat. En dat het ook wel goed is om dat eens vast te nemen voor het team. En maar laat dat vooral vanuit hun komen en zie dat het ergens terug te vinden is, zodat ze achteraf nog ergens terecht kunnen. Maar zeker Theo, absoluut. Topinstantie. Ik zie dat er ook een vraag was. Van victim blaming kan ook door het slachtoffer zelf gebeuren. Dat is zo, hè. Dat zit zo ingebed, dat gegeven van victim blaming zit zo ingebed in onze maatschappij en in onze cultuur, dat mensen dat vaak zelf doen, hè. Zeker slachtoffers gaan dan denken, ja, maar ben ik wel duidelijk geweest? Had ik dat misschien beter niet gedaan? Ik had niet mogen drinken. Al die zaken die zo vaak aan bod komen in de maatschappij. Mensen zien dat in de media. Mensen hebben die reflex ook naar anderen, dat is uitgelegd. Dus dat mensen dat heel vaak onbewust ook naar zichzelf gaan doen. Wat dan ook weer heel moeilijk is, hè, om daar dan uit te geraken van. Dat het niet hun schuld was, dat ze dat niet gewild hebben. Ook bijvoorbeeld dat bevriezen, hè, denken ze ook, ja, dan was het mijn eigen schuld, want hoe had hij dat dan kunnen weten? Dus ook met slachtoffers, heel belangrijk om daarmee aan de slag te gaan en duidelijk te maken. Dat is het eerste wat je tegen een slachtoffer zegt, hè. Ik ben blij dat je het mij vertelt en het is niet uw schuld, hè, dat u niet mogen overkomen. Het is echt niet oké, dat is niet jouw fout. Dus inderdaad, zeker. Jammer genoeg zit het zo ingebed dat slachtoffers ook al die zaken in hun gedachten gaan overlopen. En ook daarom vaak geen hulp zoeken. Hè? Vanuit de overtuiging zelf dat ze een verantwoordelijkheid hadden, maar ook bang dat ze die schuld gaan krijgen als ze ergens hulp zoeken of melding maken. Dus heel belangrijk om aan te kaarten op alle niveaus, dat victim blaming. Ik zie ook nog de vraag, raden jullie aan. Dat leerkrachten eigen anekdotes delen of persoonlijk worden. Ik denk dat daar geen kant-en-klaar antwoord op is. Ook voor u als leerkracht of begeleider geldt dezelfde regel, hè. Je deelt maar wat je wilt delen. Uw privacy is uw privacy. En het is nog altijd vooral de bedoeling dat jongeren met elkaar gaan praten. Hè, dus dat het niet gaat over wat dat jij hebt meegemaakt of uw verhaal. Hè. Het is de bedoeling dat zij onderling gaan praten en discussies voeren. Maar het kan helpen, hè. Als het gaat over casussen. Kun je dat aanreiken? Jongeren zullen misschien ook vragen stellen aan u om te kiezen of dat je dat al dan niet voorbeelden geeft of dat je daarop antwoordt. Ik heb ook al vragen gekregen als het gaat bijvoorbeeld over dat situatie van dat buskotje. Dan denk ik dat dat perfect is om je eigen voorbeeld te geven, want je toont aan wat een verschil het maakt en hoe gemakkelijk het kan zijn. Als het gaat over persoonlijke ervaringen in het verleden met ernstige grensoverschrijdende dingen, dan denk ik dat dat een andere situatie is. En dan is dat wel een belangrijke afweging om te maken en gaat je dat wellicht niet doen. Ik ken zo'n situatie. Het is iets anders als je iemand extern vraagt om als ervaringsdeskundige hun verhaal te delen, dan uiteraard, hè, is die persoonlijke ervaring heel belangrijk. Maar hierin denk ik, bewaak ook je eigen privacy en vertel enkel waar dat je je op je gemak bij voelt. Het risico van helemaal te vertrekken uit voorbeelden, is dat je misschien gaat beperken tot die voorbeelden. En als dat dan is jij als vrouw die het meemaakt, dan schets je het beeld. Enkel vrouwen meemaken. Dus kader dat dan ook ruimer. Dan zie ik ook de vraag, die freeze-reactie, hoe herkent je die dan? Als daar een kant-en-klaar antwoord op was, dan zou dat heel mooi zijn en zou ik jullie dat zeker geven. Maar ik denk, ja, de boodschap is altijd van denk na, hè, let op, wat zijn de signalen die iemand anders afgeeft als je naar de volgende stap wilt gaan.
En als je twijfelt, als je ziet dat iemand niet enthousiast reageert, dan doe je dat checken. Dus ook als iemand niet reageert, weinig reageert, stil blijft staan of vliegen, dan check je. En dat is wat we willen meegeven aan jongeren. Er zijn dingen die zeer duidelijk niet oké zijn voor bijna iedereen, gelukkig. En dan zijn er die grijze zones waarin dat jongeren daar zelf zoekend in zijn. En dat moeten hun leren, hè, om dat gesprek aan te gaan en die check te doen. Ik weet niet of er ondertussen nog vragen zijn binnengekomen. Ik zal eens kijken bij mijn collega. Nee? Oké. Okay. Dan wens ik jullie nog een hele fijne avond. De website voor jongeren waar dat zij altijd terecht kunnen is allesoversex.be. De website waar jullie terecht kunnen voor materiaal voor vormingen is sensua.be, ook voor de feiten en cijfers. Dan hoop ik dat jullie er iets aan hebben gehad. En wens ik jullie een fijne avond.